Zeg, nu staan hier weer twee kapotte glazen. Mark heeft gisteravond geholpen. Als jij daar ooit mee trouwt, zorg dan maar dat je drie serviezen op je lijst zet. Ik zal hem wel opvoeden, ma. Ja. Zeg, zie een keer? Precies carnaval. Allee, wie draagt dat nu? Je mag de ene keer raden. De facteur. Ik heb je post meegebracht, Pascalke. Ah, heb je mijn zakkoos gevonden? Ja. Nogal iets, hè? Ja, dat heeft niet iedereen, nee, hè? Nee, ja. Kofke, Pascalke. Ja. Ah, nee. Amai. Rekening, rekening, rekening. Voor Oscar. Reclame. Maandblad, het gelukkig gezien. Amai, zijn jij daarop geabonneerd? Geef eens hier. Het gelukkig gezien, dat zijn jij en Bieke zeker? Goedemorgen. Of is die daar ook bij? Mevrouw, ik moest je deze doos mee watjes overhandigen van meneer Bomen. Dag, schatje. Hey. Mark, zeg nu toch eens gewoon Pascal. Tuurlijk, mevrouw Pascal. Het is niet waar, hè? Bieke. Je weet toch dat ik sowieso een formulier heb ingevuld in een boekje, hè? Ja? Ik heb gewonnen! Allee, zeg! Oh. Delen u mede dat u de gelukkige winnaar bent van een gratis cruise? Tof, zeg! Zeg, daar ga ik van genieten. Oh, 10 dagen zon, zee, schoon plages. Heb je ook verder gelezen? Nee, hè? Carmen, kom, kijk eens. U en uw partner kunnen genieten. Voilà. Wind al eens iets. Heb ik toch geen partner? Dat is toch geen probleem. Als het over mannen gaat, ik ben de specialiste. Ik zoek wel iemand voor u. Ah ja, dan deze hier. Oh. Als ik een man nodig heb, dan zal ik hem zelf wel zoeken. Trouwens, ik heb wel eens goesting om met iemand anders uit te gaan dan met Bomen. Voilà, goed gesproken, ma. Ik zal maar wat glazen gaan spoelen, zeker? Nee, Marks. Nee, nee. Zet jij de worstjes weg, hè? Markske toch. Zeg, dat was toch voor dokter dat hij studeerde, hè? U Markske. Zeg, hoeveelste zijn we vandaag? De 24ste. Waarop? Omdat uw worsten niet meer vers zijn. De vervaldatum is vandaag. Maar, die Boma heeft toch geen stijl, hè? Nee, die is grappig als kandidaat. Allee, je stelt dat weer eens ochtend, hè? Ah. Amai, onkel. Zelfs bij ons in Wakadougou krijgen we een auto rapper in gang. Dan moet jij terug gaan naar Toedeloede, manneke. Ja, zeg, ik kan hier werken als op mijn vingers staat te zien, hè? Momentje, hier zit iets los. Blijf daar vanaf. Je bent niet gediplomeerd. Doortje, groot nieuws. Moet die weten en laat mijn personeel maar rust. Zeg, slavendrijver. Carmen, wat scheelt er? Zeg, Pascal heeft een cruise gewonnen van 10 dagen. Oh, maar zeg, is dat echt? Ja, maar ze zit met een probleem, hè. Ze moet die reis maken met een partner. Oh, gewonnen? Zomaar, gratis en voor niks? Ja, als je iets wint, is dat gratis, hè, die betreft. Voilà, die valt niet meer stil. Blijf daar vandaan! Dat is werk voor stil, mannen. Fijn, Dimitri, Paul wil toch gewoon maar helpen? Ja. Weet je wat jij moet doen? Naar de blues in Afrika gaan, daar kun je nog wel leren. Allee, wat krijgt die nu, zeg? Zou dat geen goede partner zijn voor Pascalke? En die? Met zijn Afrikaanse apenmanieren. Oh, nee, Carmen, Paul toch niet. Paul is veel te jong voor Pascal. Paul, hè, die moet iemand zoeken van zijn leeftijd. Ah, ja, iemand gelijk jij zeker. Ah, ik ben Paul. Wat denkt jij wel? Zeg, die cruise, is die ook gratis voor de partner? Ja, natuurlijk, Slimmeke. Dan wil ik eens kijken of ik die pillen tegen zeeziekte nog heb liggen. Een koninklijke Pascal om te bekomen. Paul toch? Scheelt er iets? Och, nonkel Dimitri. Ik vraag me af waarom ik al die jaren aan ontwikkelingshulp heb gedaan in Afrika. Hier is nog zoveel meer te doen. Ja. Hier, zie. Dat zal u goed doen. De nieuwe cocktail kampioen.
in de clubkleuren. Dat geeft de zaak een beetje meer standing. Alsjeblieft, Polk. Dank je. Oei. Excuseer, Paul. Oh, dan moet ik direct met heet water gaan uitwassen. Dat is niet nodig, Pascal. Duut. Kom aan, Paul. Pascal, echt, het is niet erg. Allee, zo'n schone trein. Heet water, of dat gaat er nooit niet meer uit. Kom eens hier. Het hoeftechniek brengt die broek wel naar de wasserij. Kom. Oh, dat is warm. Niet tegensputteren. Volk, het zou veel gemakkelijker zijn moest je broek uittrekken. Niet doen. Allee, kom maar. Dat gaat zo. Allee, trek de broek uit. Pascal, als iemand dat zo zou zien. Maar je moest je schamen, jij. Los, Paul. Ja. Kroes, Pascalke? Ja, maar zonder partner gaat dat niet door. Wanneer is die Kroes? Volgende maand, van de 11e tot de 21e. Laat eens zien. De 11e? Oh, doe geen moeite, meneer Boma. Jij bent toch niet geschikt als partner? Niet geschikt, waarop die? Nee, jij hebt geen stijl. Geen stijl? Nee. Ja. Jij denkt toch niet als je toen met die stinkende parfum van u dat alle vrouwen voor u vallen, zeker? Stinkende parfum? Hey, Blue Hawaii, hè? De echte mannenparfum. Zo'n mannen kan ik niet rekenen. Trouwens, als je een vrouw wilt winnen, hè, dan moet je dat doen met finesse. Kijk, meid, je bent een goede kuisvrouw, hè? Maar van mannen weet jij niks af? Als er nu iemand is met finesse, dan ben ik dat toch wel zeker? Oh, jij noemt dat finesse. In de vrouwen in billen knijpen, zoals bij mij, ja. Dat zou ik nooit doen bij een dame. Wat wil je daarmee zeggen? Ik bedoel, zoiets doet je een keer bij een goede kennis, hè, om te spelen. Ah, om te spelen. Ah, wel, als je dan nog eens wilt spelen, hè, speelt dan met je tenen of met de stoffel. Hier, zeg, ik bol het af. Je zult het toch nooit leren. Macho! Van de 11e tot de 21e. Dat moet kunnen. Eenzame heer, 40 jaar, wil opnieuw gelukkig worden. Zoekt rol met ernst de skredan van bedstaan. Allee, dat is dan ene meer spraakgebrek. Man, 52 jaar, zoekt dame om te doen wat wij samen tof vinden. Dat ken ik, dat is een seksmaniak. Hier, wat denkt hiervan? Mannetje, zacht karakter en lieve ogen, goed voor de kweek, ingeënt en wormvrij. Bezichtigen dagelijks na 6 uur. Wat? Ja, dat staat hier. Ja, maar Carmenneke, de huwelijken gaan tot hier, hè? Vanaf hier gaat het over labradors. En ik vraag mij af of jij dat wel moet doen, een partner zoeken voor Pascal. Ja, ik doe dat uit vriendschap voor Pascal. Ze zal mijn professionele hulp goed kunnen gebruiken. Ja. Oh, ik zie naar een nieuwe vriend al voor me, zeg. Zo'n slanke type, met brede schouders, sportief, een redelijke lange. Oei, zo weinig gelijk. Gewoon nozelaar. Carmenneke, die mannen vind je alleen in de reclame. Een echte man moet gaan zoeken waar hem te vinden is. Op het voetbalveld. Oh, dat is de eerste keer dat jij iets zinnigs zegt. Voilà. Het kunnen toch niet allemaal zo mannetjes zijn gelijk jij, hè? Nee, Bieke, jij doet vandaag het café. Zijn weer al? Ik ga naar het shoppingcenter. Ja, met Paul zeker? Nee, met ons Madeleine. En zij is het match en dan is het hier bomvol. Ja, je trekt uw plan, maar ik ben weg. Goed dat ik u tref, Pascal. Dimitri, ik heb geen tijd. Dat is voor u. Oh. Allee, Dimitri, ik verjaar toch niet vandaag? Dat is een geste van een partner in de KMO. Ah, Bieke, zit hier eens in een vaas. Drink je iets van mij? Maar alleen Dimitri, dat jij trakteert. Ze zeggen dat ik hier gepind ben, hè? Maar ik ben feitelijk heel vrijgevig voor de juiste mensen. Oh, wel, wat denk je dan van een cocktailkampioen? Ah, een cocktail. Voilà, een exotische mengeling en voor maar 120 frank. Het sopje is beter voor mijn gezondheid. Dimitri, is er iets wat ik moet weg? Pascal, ik maak me zorgen om u. Jij moet je toch eenzaam voelen zonder vent? Oh, ik trek mijn plan wel. Een vrouw gelijk jij is toch niet gemaakt om alleen te zijn? Je zou er eens tussenuit moeten. Met een sympathieke partner. Hoe
bedoeld, hè? Wel, Pascal, ik had... Bonjour, Basser. Wel, Dimitri, wat doe jij hier? Moet jij geen auto's geen bagger? Dimitri is vandaag in een vrijgevige bui. Ah, wel, geef ook mij dan een. Allee, geef Boma er een. Ah. De cocktail, Pascal. Een fruitsapje is beter voor je gezondheid. Ja, maar misschien als ze die zo lekker maakt dan dat ze er zelf uitziet. Ach, allee, Balthazar, wat overkomt u? Jij bent zo charmant. En ik heb iets meegebracht voor u. Aha. Red Hawaii. Het zusje van met een Blue Hawaii. Je kent hem toch, hè? Oh, ik kan niet tegen die stank, zeg. Nou, woman only, staat erop. Merci, Balthazar. Daar zult jij niet aan denken, hè, DDT. Ik wil een keer een attentie meebrengen voor een dame. Ah, petit cœur. Je gaat dat onkruid hier toch niet laten staan, hè? Zeg, ik heb nog alle vragen voor betaald, hè? Oh, zijn de riolen verstopt? Voilà. Wat heb ik u gezegd? Kijk, ik sta geen finesse. Voilà. Ah. Je zei allebei schatten, maar ik moet nu echt dringend weg. Ons Madeleine wacht op mij. Wie je weet het, hè? Ja. Sorry, hè, mannen. Gelijk het gezicht is, hè, Pascal? Oh. Wat is er gezegd misschien? Wel, ik heb haar aangeraden er eens tussenuit te trekken met een sympathieke partner. Huh? En heb je al gedacht wie dat zou kunnen zijn? Ik. Als Pascal een sympathieke partner zoekt, dan pakt ze iemand... Met finesse, gelijk ik. Doe geen moeite, meneer Boma. Het is toch al te laat. Goed, het is toch al te laat. Ons ma heeft een oogstje laten vallen op een voetballer. Op wie? Dat moet je haar zelf maar vragen, hè, zeg. De onderkruiper, zeg. Hé, nou, Dimitri, betalen, hè. Ja, zeg. Heb je dat gezien? En zijn bloemen meepakken. Dat doet je toch niet? Afgeven, Paul! Naar Johnny! Ja, strafbal! Aanvallen! Ik wil het! Wat is er nu gebeurd dat je die mensen in de war brengt? Nozelaar. Is dit een klak op? Ja, collega, ik heb precies een goede assistent. Als je het maar weet. Ik wil dus alleen voor een half uurtje. Ja, dank je. Kom aan, stampers, over de flanken. Wie is dat? Alex Koremans, de trainer van de stampers. Hoi, kampioenen! Naar de flank! Zeg, dat is een knappe bink. Oh, deze vrouwke zal ook wel weten wat ze in haar stal heeft. U is niet getrouwd. Johnny! Naar de flank! Fantastisch! Meneer Koremans, ik kom u mijn professionele hulp aanbieden. Nee, dank u, ik probeer te winnen. Ik ben altijd zo lomp tegen de vrouwen. Alleen tegen die die mij aanstaan. Oh, wow. In dat geval, hè, ken ik iemand waar dat je heel bot kunt tegen zijn. Ah ja? Ja. Madame Krukke, dat is de bazin van het café van de kampioenen. Dat is een heel knappe. Alle mannen van de streek zitten achter haar. Maar ze is wel kieskeurig. Dan moet ze een tip gelijk, hè? Dat zal ze wel zien zitten. Dat kan ik al die andere mannen toch niet aandoen, hè? Wacht tot dat je ze leert kennen. Madame, ik ben vrijgezel sinds mijn geboorte en ik wil dat liefst zo houden. Ja, totdat de madame Krukke gezien heeft. En neerroken? En wel gemak, me nieuwsgierig. Zie je wel mee roken. Het is een echte vent, hè? Julien, je moet je schoenen vast doen voordat ik op het veld kom. Zeg, je weet het, hè? Madame Krukke. Ja, ja. Zeg, wat was dat allemaal? Dat ging over het geluk van ons Pascalke. Oeh, je gaat Pascal toch niet aan? Ja, maar ze moet toch een partner hebben voor op die boot? Ah ja, ah ja. Ah, maar dan kan die niet hier terug. En kan die wat? Niks. Nee, dat is een heel goed idee. Ja, natuurlijk dat. Ja. Allee, ik ga niet zien waar dat ze zitten. Let jij maar op uw keeper.
Ah, meisje. Keeper? Ja, luisteraars. Van dan. Een verre paas tot bij Willems. Die stalmt recht op het doel van FC de Kampioenen af. Een gevaarlijke situatie. Hij schiet. Goal! 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 Ja, ondanks het sterke verweer van de keeper van FC de Kampioenen staat het 0-1 terug over naar de studio. Oké, we moeten het niet meer zo over 7, maar 7 is toch 7. En hij mag proberen en doen. En de ander. Ja, jammer. Uiteindelijk. Twee dagschotels? Ja. Zeg, Alex, wat zou jij ervan denken om hier bij ons trainer te worden? Ik? Nee, jij zou dat fantastisch kunnen, hè? Zo'n keeper zeker. Dat lossen we wel op, hè. Ik ga terug tussen de palen. Maar uw assistenten neem ik niet over, hè. Ja, dat spijt het. Twee dagschotels. Voilà. Dank u. Bedankt, schoon, hè. Alsjeblieft. Zeg, dat meisje, is dat toevallig dat hij hier aan het helpen is? Nee, die is hier thuis, hè. Dat is toch niet mevrouw Krukken? Ja, Bieke Krukken. Ah, wel. Bieke, wie is nu? Ik heb gezegd dat je dan ons ma moet vragen. Ja, Bieke. Problemen, meneer Bomen? Er is hier één donder met duiven aan het schieten, hè. Maar als ik weet wie het is, vliegt hij buiten. Hè? Van onder de duiven schieten gesproken. Zie daar eens. Dat is een 120 frank. Met zo'n charmant cafébaas en ik is het plezier om te betalen. Ja, Vertongen. Ik zou oppassen bij gedacht. Zeg, wat zou je ervan denken als wij twee samen, alleen, eens naar Anderlecht zouden gaan kijken? Maar ik zie wat dat je doet. Je bent ook nog baarkeeper. Ja. 7 golen binnenlaten, dat moeten we voor gestudeerd hebben. Hè. Kom maar eens kijken als ik in vorm ben. Het zal de moeite zijn. Hier zie je mevrouwtje Krukken. En houd de rest maar. En denk er nog eens aan. Anderlecht. Doet je het? Ik zal er eens over nadenken. Ik ben dat verscheten. Excuseer u mij, ik was verblind door uw schoonheid. Mijn pakjes. Nee, ik zal er wel op gaan. Pascal, Pascal. Ah, je hebt al kennis gemaakt, zie je. En hoe? Alsjeblieft, mevrouw. En nogmaals mijn excuses. Ik heb er al een kleur van gekregen. Staat u voortreffelijk, mevrouw. Dag, mevrouw. Dag. Kormans. Alex. 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 Dat is tenminste een echte vent, hè. Oh, ja. Zeg, als er nou een schuur in brand vliegt, amai, zo, hè. Alex, kom. Ah, Pascalleke. De ware Jacob tegen het lijf gelopen. Meneer Kormans. Ja. Oh, dat is een charmante man. Ja. Mijn heer, vriendelijk en hoffelijk. Ja. En dat zie je niet zo dikwijls. Nee, je hebt groot gelijk, Pascalleke. Ik ben toch ook vriendelijk, hè? Polleke, is daar Polleke? Ja, Polleke. Jij bent nog beschaafd, want jij komt nog maar pas uit de broes. Ja. Deug niet! Carmen, ik ga u een vraag stellen, maar ik wil een eerlijk antwoord. Oh, altijd, meneer Boma. Pascal heeft een andere, ja? Ja. Oh, Allee, ja, bijna. En het is iemand van de voetbal, ja? Ja. Zeg, hoe weet jij dat? Ik weet dat van Bieke. Bieke? En hij was gisteren in het café, ja? Ja. Heeft hij Pascal
Agraat? Ja? Wist het? Wacht tot ik hem te pakken krijg. Dat zal hier niet pakken, hè? Die broese mentaliteit. Broese mentaliteit? Tarzan? Ah, Dimitri, waar is uw kozijn? Ga hem joggen. Waarom? Omdat Paul degene is die bij Pascal vrijt, daarom. Paul? Ten onderkruiper, hè. Ja, die wil alleen maar gratis mee op cruise. Ik wist het, hè. Ik wist het, hè. Met een trimmerie, niks dan miserie. Zeg, zal het gaan, ja? Wat is dat hier allemaal? Paul is de minder van Pascal. Maar wie zegt nu zoiets? Carmen en Bieke. Maar dat kan toch niet? Pascal is toch veel te oud? Mijn gedacht. Wat bedoel je? Hey. Hier zie je, de egoïst. Je moest het weer allemaal voor u hebben, hè? En ik heb nog nooit op een boot gezeten. Mijn beste vriend, Paul. Uw verleiderstrukken zullen hier niet lukken. Ik zet u uit de ploeg. Doortje, waar zijn die over bezig? Ah, dat komt er van mij over vrouwen optrekken. Zet je nu allemaal zat geworden? Wat heb ik misdaan? Je bent bij uw apenpoten niet van bij Pascal kunnen afblijven. Dat heb je misdaan. Ik heb helemaal niks met Pascal gedaan. Carmen en Bieke zeggen van wel. Ja, maar dat is een misverstand. Bieke die heeft alleen maar gezien dat Pascal mijn broek aan het uittrekken was. Om ze te wassen. Ja, omdat ze er met een cocktail op gemorst had. Ja, en Bieke die dacht natuurlijk direct dat haar maaien niet kan te... Allee. Is dat alles? Dat is alles. Aha. Nu hadden we goed liggen en bakken. No. Ik had uw gezicht moeten zien. Zeg, en dat van die oude vrouwen, dat was ook maar een grappige. Ze zijn hier nog zotter dan in Ouagadougou. Nog zotter dan in Ouagadougou. Wat doen we? Xavierke, hè? Jij vindt dus ook dat Alex een ideale partner is voor Pascalke? Hm? Absoluut, absoluut. De perfecte kandidaat. Ja. Het is helemaal wat dat ze nodig heeft, hè. En de ploeg ook. Oeh, de ploeg ook. Oh, Alex is toch een sympathieke gast die mij heel wat nuttige tips kan geven als trainer. Zeg, jij bent toch niet van plan van uw trainerschap aan hem door te spelen in de Sjoeke? Nee, nee. Daar heb ik nog nooit aan gedacht. Ah, bon. Ja, dan moeten we proberen van ze onopvallend bijeen te brengen. Hè? Hoe dat, hè? Ah, we nodigen Alex ook uit op het feest. Welk feest? Ah, wel, de 27e. Ziet u dan niks? Hm? 27e? Och, jammer, de 27e, ja. Maar dat is lief. Ja. Hier zijn mijn sjoeken. Allee, zot is goed. Allee, zeg. Schrijf jij ondertussen de uitnodigingen maar, hè? Ik bel Alex om te zeggen dat hij die avond moet vrijhouden. Allee, dan, hè? Ja, het is goed, zeg. Zeg, Carmenneke, je bent wel een dag verkeerd, hè. Ik verjaar niet de 27e, maar de 28e. Jij? Ik heb het niet over u. Ik heb het over ons neerroken. Die woont dan 3 jaar bij ons. Ah, dag, Alex. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nero. Happy birthday to you. Ibibib. Hoera. Ibibibib. Hoera. Oh. Bravo. Zie, dit is mijn boelijke. Dat is allemaal voor u, hè. Zie, dat is mijn vis. Ja. En dat is mijn vlees. Ah. En dat zijn vitamintjes voor uw tandjes. En dat is voor zijn krulletjes. Oh. En dat daar, dat is voor u het buffet. Broodjes met kaas. Oh. En dat is voor de honger. Alsjeblieft, Carmen. Oh. Dat is van ons. Paul heeft ook bijgelegd. Ja, Polleke. Zie dat jij binnenkort maar niet aan de leiband loopt. Hé? Ikke? Ja. Oh, je moet niet naar haar luisteren, hoor. Ze zwanst maar een beetje. Ja. Kijk, Benneke. Mogen neerroken.
de Boba Box King Size. Zeg, jij wilt toch niet dat dat beestje wormpjes krijgt, hè? Allee, kom, onze Xavier zal dat wel opeten. Goedenavond allemaal. Pascal, dat is voor u. Tja, die heb ik al eens eerder gezien. Zeg, en ons nee roken dan? Ah ja. Zeg, je hebt u toch niet geruïneerd zeker, hè? Ik ga de cocktails aan. Nee, 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 Pascalke. Ik verwacht nog iemand voor u. Carmen, wat had ik u gezegd? Nee, niet. Goedenavond, iedereen. Alex, als ik iets doe, dan doe ik het goed, hè. Hier, Carmen, dat is voor twee sparken. Oeh! Als ze hem daarmee rondsleurt, is het hopen dat de matrozen in zijn nek krijgt. Dag, Pascal. Ach, je kent me toch nog. Hoe zou ik je ooit kunnen vergeten? Ik zal iets gaan halen om te drinken. Een cocktail maison? Ben ja, waarom niet? Ja, dan zal ik dat gaan doen, hè. Zou dat... Die? Die heeft toch geen finesse? Oh, merci, hè. Oh, dit is de Robert. Hier, schoonheid. Die zijn voor u. Nee? Ja. Je hebt al beslist dat je meegaat naar Anderlecht. Willen we eerst samen iets gaan eten? Maar wat beter te leren kennen. Pardon. Ze is al bezet. Voor u zeker. Tramticket. Mijn verloofde niet beledigen, hè. Laat jij dat zomaar zeggen? Nee, nee. Pas maar op, hè. Of wat? Wat gebeurt er hier allemaal? Maar wat is dat hier voor een zottige spel? Je zegt dat ik een kruk en een vind zoek en als ik ermee begin, dan maak die een bamboeschuit van zijn tak. Je kent niet, hè, Pascal. Pascal, zeg, wat denk jij wel van mij? Ik heb geen kaart van een derde leeftijd. Oeps! Een ongelukske. Allee, maar niet visten mijn hemd. Ja, schiet je broek ook maar al uit, hè. Ik stuur u de rekening van een droogkaas, hè. Nee? Zeg. Sorry, maat. Het is niks, Pieke. Zo'n boer is niet waard. Allee, gaat de cocktails aan. Oh, ik zag je dat wel doen. Pieke, mijn glazen. Pascal, ik heb die cruise gewonnen, hè. Ik zou graag met u meegaan. Dat kan, Dimitri. Ah. Ja, maar ik wilde ook graag die cruise doen, hè, Pascal? Dat kan ook, Balthazar. Oh, had je gezegd tegen Dimitri dat hij... Dimitri heeft toch een partner nodig en je kunt samen gaan in mijn plan. Ik denk ook, hè? Nou, zeg, wat gaan de mensen daarvan denken? Zeg, Pascalke, ik wil mij daar nu niet mee moeien, hè. Maar met wie gaat jij nu feitelijk op cruise? Wel, hè. Die cruise, hè, die geef ik aan ons Bieke. Oh. Oh. En aan mijn toekomstige schoonzoon Mark. Oh, pas op. Met Sima. Bieke.